2012, Trek het naar Kruisbergen. Ross actueel is voor u bij de eerste tweedaagse trek van Kruisbergen. U ziet op dit moment de landbouwklasse en de hyperpoelers die komen dadelijk aan bod in een wedstrijd. Dus de finale van hun competitie, dat is een landelijke competitie die gehouden wordt door een aantal tractoren. En de finale daarvan is in Kruisbergen. U gaat straks daar nog beelden van zien. Hoe kan het dat een 7,5 ton en een 2,5 ton voor dezelfde sleepwagen een ongeveer gelijke afstand kunnen rijden? Nou, dat ligt hem aan de manier waarop de sleepwagen staat afgesteld. Over de lengte van de baan, 100 meter, wordt de sleepwagen steeds zwaarder ingesteld. Dat gebeurt door de middel van een sleepvoet die in de grond gedrukt wordt. En afhankelijk van het gewicht die op de sleepvoet drukt, kunnen we zo de tractor tot stilstand krijgen. Bij tractorpoeling zijn banden erg belangrijk. En hier ziet u een voorbeeld van een tractor die speciaal voor de tractorpoeling voorzien is van een stel banden die zijn opgesneden. Dat zijn eigenlijk banden waarvan de kammen afgesneden worden en waarbij een profiel aangebracht wordt zodat hij zoveel mogelijk grip hebt. De bandenspanning, dus de hoeveelheid lucht die in de wielen zit, is ook erg belangrijk. Afhankelijk van de baan wordt die verhoogd of verlaagd. En in deze tractor kun je goed zien dat beide banden op dezelfde luchtdruk gebracht worden door ze met elkaar te verbinden. Zodat het er zeker van zijn dat alle twee de banden links en rechts op dezelfde spanning staan. De Trek-a-Trek Kruisbergen, traditiegetrouw, heeft hij altijd samen met de Boerendag gezeten in augustus. En dit jaar is hij voor het eerst in september. De reden daarvan is dat de Trek-a-Trek en de Boerendag samen steeds meer tijd in één weekend. Dat werd erg moeilijk en heeft men besloten om de twee evenementen uit elkaar te halen. En de tijdstip in september valt nu samen met de finale van de hyperpoelencompetitie. Zodat de laatste wedstrijd van een landelijke competitie gehouden wordt in Kruisbergen. Wat een extra aantrekkingspunt is voor de toeschouwers. Elke tractor die wordt gekeurd voordat hij de baan op mag en een van de dingen is de rolbeugel, zodat de chauffeur altijd veilig is als de tractor zou omvallen. Er moet een ontsteking begrensd zijn, dat wil zeggen dat als de tractor los zou geraken van de sleepwagen doordat de ketting breekt, dat de ontsteking meteen eruit valt. De trekhaakhoogte is belangrijk, die wordt nagemeten, dat zullen jullie dadelijk ook zien op de weegbrug. En er moeten dus voeten aan de achter gaan zitten, steigerbegrenzers, zodat als de tractor loskomt met de wielen aan de voorkant, dat hij in elk geval niet achterover kan slaan.